Piratenpartij? Ja, dat klopt. In Amsterdam? Nou, in heel Nederland eigenlijk. Ja, oké, maar ik ben ook lid van de Piratenpartij, maar ik heb ook hier lezing gegeven in Delft. Ja. Op de ledenvergadering, maar er zijn nog heel veel mensen die bij de piratenpartijen toch niet zien zitten. Wat? Basisinkomen. Basisinkomen? Ja. Nou, we hebben het als een van de hoofdpartijprogramma's hebben het gehad. Oh, dat is dan veranderd? Want er was toen een tijd discussie over, moeten we dat wel, moeten we dat... Nou, dat is toch zeker 5 jaar geleden of zo? Ja, we hebben het nu een hele andere tijd op dit moment. Ah, oké. Dus je bent nu echt voorstander? Ja, heel enorm voorstander. Dat zou ik nog zien als de enige oplossing om eigenlijk een hoop structurele problemen op te lossen. Ja. Je gaat namelijk een heel goed probleem is een beetje dat op het moment dat mensen te weinig hebben, dan gaat het niet goed met ze. En als ze dan ook nog, als ze dan bij probeert te snoepen, zeker als je een bijstandsuitkering hebt, en je probeert dan een beetje bij te snoepen, dan word je nog gestraft ook. Het overleven kan niet een criminele daad zijn. Nee. Dat klopt gewoon niet. Nee. En we hebben op dit moment ook die, we hebben best wel veel grote bedrijven die hier al gevestigd staan. En die lopen door bepaalde constructies die we hier hebben enorm veel voordelen als het gaat om het betalen van belasting. Dus als ze dat, bijvoorbeeld die datacenters die we op dit moment hebben, we hebben enorm veel geld aan uitgegeven om energie te creëren. Wat in eerste instantie bedoeld was dat we dat zouden geven, die energie, aan de bewoners. En dan komen opeens die datacenters, slokken alles op. Ja, onder het mom van werkgelegenheid en daar werkt om, niemand. Ook om het onder het mom van dat er dan geen energie, dat extra wordt gecreëerd en het zou te verspillen. Ondertussen wordt wel 70% energie aan verbruikt. Ja. En dat is gewoon heel raar. Maar die bedrijven die zijn dan wel hier gevestigd. Betaalden daar weinig of geen belasting over. En als je dat nou eens even zag, we hebben dat even uitgezocht. Maar wij lopen alleen al op Google, lopen we dus 160 miljard aan belasting. Lopen we gewoon mis via dat bedrijf. Terwijl ze hier wel het meeste van de